Hey allemaal, en wat leuk jullie kijken naar een nieuwe aflevering. En dit keer is het een extra uitzending. Ja, het is eigenlijk zo'n breaking news, ja. Niet heel veel zullen dit leuk vinden om te horen. Ik zelf vind het ook niet leuk. Maar het is niet anders. Ik ga het jullie even uitleggen. Jullie zijn gewend van mij dat er elke dag een video online komt van Mytopia. Of soms even een dagje niet. Nou heb ik al in de vorige Q&A uitgelegd dat het eigenlijk totaal niet de bedoeling was dat ik zoveel ging uploaden. Maar ik maakte nou eenmaal heel veel mee. Dus vandaar dat ik dus veel had om te uploaden. Maar, ja. Zoals jullie weten, ik doe een YouTube. Maar buiten YouTube ben ik gewoon een Mytopia speler. Ik kom niet alleen online voor YouTube. Ik kom ook gewoon online voor mijn eigen plezier. Alleen ja, ik ga dan leuke content voor jullie maken. Spannende dingen doen. Maar daar zitten consequenties aan verbonden. En dat betekent dus dat ik elke keer als ik wat doe voor mijn kanaal, dat ik dan weer extra lang moet zitten. Tot nu toe is het dat ik tot de 20ste moet gaan zitten, 20 augustus. Dus ik totaal niet op te wachten, want ik wil eruit. Maar dan denken jullie, ga dan uitbreken. Ja, ik heb daar geen toestemming voor. Ik mag niet uitbreken als YouTuber. En nou ben ik eigenlijk meer speler dan YouTuber. Maar ik mag het niet. En het is heel begrijpelijk, want kijk, je moet spelers kansen kunnen geven en niet alleen YouTubers voortrekken. Dus ik snap het volledig waarom ik niet mag. Alleen ja, ik ben een speler, maar tegelijkertijd doe ik YouTube erbij. Dus het is gewoon een heel dubbel gevoel. En ik wil jullie heel erg leuke content geven. Alleen als ik dus nu weer wat ga doen, dan zit ik gewoon steeds meer in een probleem. En dat zou betekenen dat ik eeuwig in prison blijf. Nou, daar zit ik niet op te wachten. Ik had ook natuurlijk een baantje in de kantine. En daardoor had ik wel even weer het gevoel dat ik na de prison weer iets leuks wil doen. Misschien weten heel veel dat niet, maar voordat ik in de prison kwam, was ik klaar met Mytopia. Ik wou gewoon even niet. Ik wist even niet wat ik moest doen. En wat doe jij? Hoi. Ik ben even bezig. Ja, ik wist gewoon even niet wat ik met Mytopia moest. Ik was gewoon een beetje. Ik wist het gewoon niet. Heel simpel. Maar toen kwam ik dus in de prison. Toen dacht ik van, ja, leuk dat je in mijn channel zit, maar ik ben aan het opnemen, gast. Oh, ja, de telefoon gaat ook. Oké, nou, dat is even een snelle opname, sorry. Maar wat ik dus probeer te zeggen, ik kan dus niet zoveel meer in prison opnemen. En ik wil jullie niet van die saaie content geven van, ah, bla bla bla, een beetje dom lopen zo. Nee. Ik wil jullie gewoon spannende content kunnen geven. En dat kan gewoonweg niet hier meer. Ik heb veel te veel al gedaan. En daardoor heb ik dus heel veel consequenties moeten aanvaarden. Langere straffen, grotere straffen. Zijn zelfs coins van me afgepakt. Terwijl ik boots wou kopen en kleding en zo. Om uiteindelijk weer een eigen bedrijf te gaan starten. Het wordt allemaal van me afgenomen, zeg maar. Omdat ik dus elke keer wat doe wat niet mag. En elke speler krijgt die straffen. Het is niet alleen dat ik het krijg. Ook niet alleen voor mijn YouTube. Ik word nergens voor voorgedrongen, zeg maar. Het is gewoon, ik ben een speler, ze behandelen me als speler. Maar daardoor kan ik dus mijn YouTube niet doen. Heel simpel. En het is niet de schuld van DDG, het is niet de schuld van de PL's. Het is niet van niemand de schuld. Ik wil ook niemand de schuld geven. Ik ga ook niet stoppen met Mytopia. Maar wat ik jullie dus wil mededelen is dat de komende 2 weken veel minder Mytopia op mijn kanaal komt. Ik heb gelukkig nog een voorraadje. En daarmee ga ik het tot de 20ste vullen. Dus ja, het zal 1 of 2 per week zijn. Het is niet veel. Maar ik weet anders ook niet hoe ik het moet doen. Ik wil gewoon uit de prison. En ik zie geen andere mogelijkheid dan me gewoon nu te gaan gedragen. Of gewoon minder, veel minder online te zijn. Zodat ik niet meer kan misdragen. Dus ja, dat is mijn ding een beetje. Ik hoop niet dat jullie het erg vinden. Ik hoop dat jullie het begrijpen. Ja, dat dus. Ik vind het heel jammer, want ik vond het juist echt heel leuk om dit soort dingen te doen. Maar ja, aan alles zit een consequentie en die moet ik ook aanvaarden. En dat is heel logisch. Alleen ja, daardoor kan ik niet echt heel leuke content voor jullie maken. En dat vind ik juist leuk om te doen. Ja, als er wel een verandering komt, laat ik het weten op Twitter. Misschien dat ik dan ook nog even een extra video upload voor de mensen die geen Twitter mogen hebben. Maar jullie merken het dan wel, mocht er verandering zijn. In ieder geval wil ik jullie wel heel veel plezier wensen met de komende video's die eraan komen. Ik
Ik hoop dat jullie daarvan genieten. En ik hoop jullie heel gauw weer te zien. Na de 20e sowieso. En dat ik dan weer ga knallen. En want ik heb al een paar ideeën voor na de prison hoor. Ja. Hou het in de gaten. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Like deze video even. En dan zie ik jullie heel gauw weer. Ja. Misschien nog wel iets in de prison. Ik weet het niet. Ik mag niet veel doen. Dat is het hele punt. Mag niet van tenminste, als YouTuber mag je bepaalde dingen niet doen. Krijg je geen toestemming voor. Maar als speler kan ik ook niks doen. Want dan moet ik langer zitten. Dus ja, dat is mijn verhaal een beetje. Lekkere reclame voor 1 game staat op de achtergrond. Hoi Marnik. Hoi. Oké, nou dat was het. Bedankt voor het kijken. Ik ben bang dat heel veel dit niet leuk vinden. Maar ik kan het ook niet helpen. Ik vind het zelf ook niet leuk namelijk. Maar het is beter dan dat ik stop met Mytopia. Want dan hadden jullie helemaal niks meer. Hè? Ja. Nou, doei iedereen!